Wij doen al mee aan deze beurs vanaf het begin. De eerste editie. We hebben geen enkele editie overgeslagen. En voor ons is het de uitgelezen mogelijkheid om de warme contacten te onderhouden. En om onze allerlaatste ontwikkelingen te presenteren. Hoofdzakelijk zie je hier afvaltransporteurs, gemeenten. Het zijn eigenlijk allemaal vakbroeders, dus professionele bezoekers. Ook afvalinzamelbedrijven vind je hier terug. En we zien ook gewoon dat er exposure is en dat er mensen komen. Mensen hebben interesse, mensen vinden het interessant. En met name omdat we hem laten draaien met het materiaal wat gereinigd wordt. Waardoor ze ook live kunnen zien wat er gebeurt op deze beurs. Ik vind de opzet veel beter als de oude. De oude vond ik erg rommelig, alles stond door elkaar. En nu is er heel duidelijk een keten zichtbaar. Van transport, van inzameling naar transport, naar scheiding en uiteindelijk de behandeling van het afval. De sportstop is onder andere naar China, die heeft eigenlijk zijn deuren dicht gedaan. Zien we dat er veel meer aanbod is op de markt. Er wordt veel meer materiaal aangeboden. In dat opzicht is dat zeker een ontwikkeling. Ja, dat wij meer aanbod krijgen. Ja. We staan hier gewoon staan en we horen hier staan. Maar we willen ons uitdragen in dat stuk als een bedrijf die heel veel in recycling doet. En ik denk dat het ook de toekomst is. Want we laten zien wat mogelijk is met afval en dat het geen afval hoeft te zijn.